Ellen in de media naar buiten kwam met het verhaal van... ja, het kriebelt al en ik ga het werelduurrecord aanvallen. Nee, ja, ze zei, ik krijg er vlinders van in mijn buik. Ja, vlinders in de buik. Ik, ja, dat is een mooie boel. Ja. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over samen slimmer presteren. Wat is de rol van je partner bij een belangrijke sportprestatie? Aanstaande maandag valt wielrenster Ellen van Dijk het fameuze werelduurrecord aan. De poging vormt de ultieme afsluiting van een periode waarin Van Dijk zich minutieus voorbereid heeft op alle facetten van het tijdrijden. Training, materiaal, voeding. Maar de belangrijkste speel hierbij is misschien wel haar partner, journalist en wielerpodcastmaker Benjamin de Bruin. Hoe draagt hij eraan bij dat Van Dijk straks wielerhistorie gaat schrijven? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey, wat een bijzondere aflevering, want er komt hier vandaag wel heel veel samen. Bij mij kriebelt het al. Ja, aflevering 99, wat een mooie symboliek. Want we hebben een gast vandaag bij ons, wat uitgerekend de podcastmaker is, waarin jij voor het eerst van je leven in een podcast de gast was. Ja. Dat is één cirkel die rond is. 2, we hebben het over een werelduurrecordpoging. Ja. En nou, hoe vaak gebeurt your dat? Your license to play in deze podcast is natuurlijk jouw boek, Het Maakbare Uur, over de werelduurrecordpoging. Prachtig record. Ja, precies. En omdat we dachten, ja, we zitten wel degelijk een paar dagen voor de poging. En ik heel streng zei, ja, maar een voorbeschouwing, dan is het verhaal niet af. Waren we een beetje op zoek naar een iets andere insteek, zodat de aflevering toch ook tijdloos wordt. En dat is dan maar, laten we dan maar eens specifiek kijken naar de rol van de partner bij een belangrijke prestatie. Ja. Voordat we met Benjamin gaan kletsen, één kleine tussenvraag. Wij hebben bijna 100 afleveringen gemaakt. Zou je ook een prestatie kunnen noemen? Ja. Hoe ondersteunt jouw partner jou hierbij? Zij is geabonneerd, sowieso. Krijgt een nieuwsbrief. Ja. En luistert denk ik af en toe wel zeker. Aanwezig bij de 100ste aflevering. Net zoals vanochtend zwaait ze me uit, want ze weet het is vrijdagochtend. Jurgen gaat ergens anders koffie drinken. Ja, dat doet hij met Gerrit. Ja, is het belangrijk voor jouw succes in deze podcast? Zeker. Ja, ik denk dat de partner is zeker heel belangrijk. Ja. Cruciaal, ja. Hij is live bij ons, live vanuit Zwitserland. Benjamin, goedemorgen. Hey Benjamin. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, wat leuk en wat een eer om jou in onze podcast te mogen verwelkomen. Ja, ik vind het heel leuk dat ik bij jullie te gast mag zijn. En ook een beetje onwennig natuurlijk, want ik zit nooit in deze positie. Nee. Nee, precies. Dat ik ondervraagd word. Ja, en nou, nog even inhaken op dat wat Jurgen zei, van dat ervaar ik ook heel erg van Ellen bij mij hoor. Ik steun haar natuurlijk heel erg in haar carrière, maar zij ook zeker mij in wat ik allemaal doe en wil. Ja. Ja, precies. Want ik ben dan altijd een beetje lui en dan leun ik op Jurgen. En dan zeg ik, goh Jurgen, voor de mensen die niet al die inside info hebben die wij hier op de bank hebben, wie is Benjamin de Bruin? Benjamin de Bruin is journalist, podcastmaker, journalist voor Pointer heet het tegenwoordig, hè? Ja. Ja, waar je werkt, KRO-NCRV, onderzoeksprogramma. Waar jullie samen wel eens een aflevering maakten over, waar wij in de doping specials het samen, in ieder geval hebben we samen op het onderwerp Hinke Schokker. En eigenlijk de naïeve amateursporter, is die nou de dupe van het huidige antidoping systeem in Nederland? Ja. Zijn we samen opgetrokken en zeker, dus we appen regelmatig over doping. toch?
Nog steeds. Ja, vinden klopt. We een fascinerend onderwerp. Ook de manier waarop het natuurlijk georganiseerd is met name. Ja. Ik hoop niet dat dit dubieus klinkt trouwens. Ja, dat klinkt wel dubieus, maar dat laat ik expres even hangen. Ik weet niet of we het over gaan hebben met, in het kader van Ellen. Ellen wordt netjes gecontroleerd, neem ik aan. Dus, ja, want hij is... Ja, ze zijn hier geweest. Ja. Dus, ja. Nou, dat is wel grappig, want ik weet nog bij Beukenboom destijds. Ja, dat is een voorwaarde. Hè? Je moet je aangemeld hebben sowieso in het antidopingprogramma. En Beukenboom was dat toen eigenlijk nog niet. Ja, als toch ook even contact. Jon Beukenboom was de wielrenner die jij beschrijft in jouw boek met zijn poging. Ja. Maar het grappige was bij Dion, daar kwam inderdaad een dopingcontroleur toen in Mexico langs. En die zei, dat was 10 dagen van tevoren. Zei, ja, volgende week zie je me weer. En dat mag je natuurlijk nooit op die manier zeggen natuurlijk. Die kondigde al een beetje aan, volgende week op precies dezelfde tijd zul je me weer zien verschijnen. Om maar een beetje aan te geven dat het in ieder geval in Mexico allemaal toch een beetje anders liep dan dat je zou verwachten bij een hele serieuze werelduurrecord poging. Precies. Maar goed, Ellen heeft al de controleurs op bezoek over een paar dagen. Ja, dat was ook grappig, want we zitten hier op een berg. Je kunt op 2 manieren naar het appartement toe, op de gewone route of met een shortcut. Maar die shortcut is eigenlijk alleen voor de dorpsbewoners en er staat een slagboom voor. Dus zij dachten, we kunnen niet verder. Ze hebben 1 kilometer aan 15% gemiddeld of zo met ieder 2 tassen omhoog moeten lopen daar. Oh. Hmm. Dus die hebben grappig. Een hele zorgvuldige controle gedaan, want die wilden dat niet voor niks gedaan hebben. Ja. Ja, maar even kijken, een berg in Zwitserland. En volgens mij zit jij nu namelijk nog in Aigle, of in de buurt van Aigle. Ja, dat is hier op een berg in de buurt van Aigle. Ja. In een heel rustig dorpje. En daar komen we vaker, dus dat is ook fijn voorbereiden, want het is nu allemaal nog heel, heel rustig. Ja. En dan kom je toch tot, denk ik, de vraag waarom namelijk Zwitserland, waarom niet Aguas Calientes? Maar dan heb je het al over de prestatie. Maar ik was nog bezig met de introductie van Benjamin, alle toffe dingen die hij doet. Maar nou word je uitgerekend vandaag, Benjamin, uitgenodigd als de man van. Vertel eens, jij bent de man van wielrenster Ellen van Dijk. Wat kun je ons daarover vertellen? Dat enerverend is in ieder geval. Dat is, hoe lang zijn jullie al samen? 4,5 jaar. Mooi. Ja. Sinds die tijd is hij natuurlijk altijd wielrenner. Dus ik weet eigenlijk ook niet beter. Het is een heel afwisselend leven. En natuurlijk is het zo dat rond spannende momenten, rond EK's, rond WK's, NK's, dingen die zij groot maakt, staat alles in het teken van haar prestatie eigenlijk. Ja. En nu is dat extreem zo, want dit is ook iets heel atypisch. Iets wat je echt heel erg samen doet. Ik bedoel, er is geen ploeg omheen of een Nederlandse selectie. Je doet het echt samen. Natuurlijk wel met heel veel hulp van de ploeg. Maar straks draait het ook alleen maar om haar. En dat levert ook heel veel druk op voor haar. En er zijn allemaal elementen aan het uurrecord die ze of al heel lang niet meer heeft gedaan of helemaal opnieuw moet ontdekken. Dus ook dingen waar ze onzeker over is. Daar hebben we het dan over. Ja, ja. Ik hoor jou zeggen, wij doen dit echt samen. En dat bedoel ik dus jij en zij samen. Ja, ik wil mijn rol niet te groot maken. Ik weet niet of dat handig is dan weer voor deze podcast. Maar je doet het wel echt samen. Je moet wel echt... het gaat er gewoon continu over. En ik weet hoe Ellen in elkaar zit. Ik weet dat ze ermee naar bed gaat en dat ze er weer mee opstaat. En als ze 's nachts even wakker wordt, dat ze eraan denkt. Ze denkt eigenlijk nergens anders aan. Ja. Dan moet je het ook wel samen doen. Want als ik haar niet soms af en toe kan laten relativeren, dan wordt ze helemaal gek, denk ik. Daar horen we al een eerste tip over de rol van de partner. Maar dat betekent, want dan wil ik meteen even bij het begin beginnen. Fijn. En dat is namelijk, ik was destijds natuurlijk met Dion of meer met Jim ook wel op. Jim was zijn trainer. Ja. Toch even niet te veel insight, jongens. En Jim van den Berg was natuurlijk, dat was zijn tweede eigenlijk renner waarmee hij het werelduurrecord aanviel. Eerst had hij Thomas Dekker begeleid, niet gered, Dion niet gered. En in die dagen werd al gemompeld, in ieder geval door hem. Nou ja, als Ellen van Dijk het gaat aanvallen, dan sta ik wel te springen om haar te begeleiden. Ja, dat zei hij serieus. Dus was eigenlijk voor mij
toen voor het eerst dat ik hoorde dat Ellen van Dijk mogelijk geïnteresseerd was in het werelduurrecord. Nou ja, dus ik was eigenlijk wel heel verrast dat natuurlijk en blij verrast dat een half april de aankondiging kwam voor de buitenwereld. Maar ik kan me voorstellen dat jij, dat Ellen al veel langer mee rondliep. En vraag me af, hebben jullie samen deze keuze ook gemaakt? Wanneer wist jij eigenlijk, Ellen gaat het werelduurrecord aanvallen? Nou, dat staat al heel lang op haar wensenlijstje. En dat doen we niet samen. Want Ellen die heeft een doel en dat zit dan in de kop en dat heeft ze bedacht. En dan is mijn enige keuze om daarin mee te gaan. Ja. Dus in de beslissing om het uurrecord aan te vallen heb ik echt totaal geen invloed. Ja. Maar dat is al iets van voordat wij samen waren. Dit wil ze echt al heel erg lang. Ze wilde het al toen ze bij Bulls reed. Maar toen ging haar ploeggenoot Evelyn Stevens het doen. Ja. Dus dat was een beetje een tikkende gezicht. ja, toch wel. En Specialized was volgens mij een beetje weifelend toen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat je wel een team van specialisten om je heen verzamelt. Die je kunnen gaan helpen. Je hebt een fiets nodig, maar je hebt natuurlijk ook veel begeleiding nodig. Toen ze naar Trek ging, werd dat eigenlijk weer nieuw leven ingeblazen. En help ons even dit in perspectief van tijd te plaatsen. Welk jaartal hebben we het dan over? Wanneer ging ze naar Trek? Dat is 3 jaar geleden, geloof ik. Helder. Maar neem je dat dan ook mee in de onderhandelingen naar Trek toe? Ja. Of zeg je tegen zo'n nieuw ploeg, let wel op, ik wil een keer een paar maanden vrij hebben of nog langer, want ik wil het werelduurrecord gaan doen? Of... Beide. Dus ze heeft het toen meegenomen in de onderhandelingen, in de gesprekken. En het staat ook in het contract, zeg maar, dat ze het een keer wil gaan doen. Hm. Wat heel belangrijk is dat ze de steun heeft van haar trainer. Dat is Josu Larrazabal, een Spanjaard. En dat is eigenlijk de Marijn Zeeman van Trek, de performance manager. Hm. Dus als hij akkoord is, dan gaat het gewoon gebeuren. En hij vindt het ook een prachtige uitdaging. En nu dat ze... Want ze heeft er al... Meestal in de winter kom je met dit soort plannen. Want dan is het gewone seizoen is beëindigd. En dan ga je bedenken van wat wil je nog eens. En Ellen bedacht dat al een paar keer. Want ze fietst al wat jaartjes mee. En wat is dan nog echt de grote uitdaging? Ja. Ja. Nou, ze wilde heel graag nog een keer wereldkampioen worden. Ze wilde graag naar de Olympische Spelen. Nou, dat ging helaas niet door. Maar die wereldtitel heeft er wel voor gezorgd dat ze zelfvertrouwen heeft. En toen dacht ze, ja, nu ik nog een keer wereldkampioen ben geworden, dat is eigenlijk het enige wat voor me overblijft, het uurrecord. Ja. En die medaille op de Olympische Spelen, maar dat gaat even niet nu. Ja. Dus dit was het uitgelezen moment om dat te doen. Dus ik denk dat al vrij kort na die wereldtitel kwam dat naar voren en was Trek ook akkoord. Wanneer begon echt het project voor jullie, zeg maar? Waar begon dat? Nou, ik denk oktober of zo, oktober vorig jaar, november misschien. 2021, ja. Ja, precies. Nu een half jaar geleden, iets meer, denk ik. En toen was iedereen eigenlijk al meteen heel enthousiast. En er is ook een nieuwe, ik noem het materiaalman, maar dat klopt niet helemaal. Iemand die over al het materiaal gaat. Ja. En dat is Koen de Kort, in zijn nieuwe functie. Ah. En die is ook belangrijk en die stond er ook achter. En Josu Larrazabal stond er dus achter. En Trek heeft ook een hoofdkantoor, hè, gewoon de fietsenmaker, zeg maar. En die stonden er ook achter. Dus toen was het eigenlijk vrij snel duidelijk van we gaan dit gewoon doen. En we gaan een baanfiets ontwikkelen, want die heeft Trek niet. En we gaan tests doen en dan gaan we gewoon er een project van maken. Ja, dat is wel heel wat, hè? Een heel rijtje mensen die erachter stond. Ja. En de partner van Ellen van Dijk stond er dus ook meteen achter. Ja, nou dat... Wat dacht jij toen het begon? Wat voelde je? Wat waren je eerste gedachtes? En de KRO daarbij, want die, jij hebt gewoon op een gegeven moment zeg je, nou, dan moet ik een paar weken, ga ik niet werken bijvoorbeeld, of in ieder geval minder. Ja, nou, ik neem gewoon 2 weken vakantie op nu. Ja. Dus zo intensief is het voor mij ook weer niet. Nee. Dat is gek eigenlijk, want wat zij ook wil, wat ze ook doet, wat ze ook beslist, ik sta achter haar. Dus ik heb daar niet echt een ander gevoel of idee bij als het WK of het EK. Als haar ambitie is om het WK te winnen, dan gaan we daar samen
alles voor doen. Ja. En dan ga ik daar haar proberen te helpen. En of dat nou Olympische Spelen of WK of EK of het criterium van Surhuis de Veen heet, dat maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. En neem ons eens mee hoe die hulp eruit ziet. Wat betekent dat anders dan niet moeilijk doen over extreme trainingstijden en monomane focus op één onderwerp? Het zijn al twee hele heftige dingen thuis natuurlijk. Hè? Loop ik er wel eens tegenaan thuis? Ja? Ja? Nou ja, dat ze zegt, is er ook nog wat anders dan... hè? Ja. Ja. Dat moet ik niet... Ja, dat kan ik wel zeggen, maar ik weet niet of dat aankomt. Dan zegt zij, nee, er is eigenlijk op dit moment niks anders. Nee. Goed, dat is voor haar misschien iets meer gerechtvaardigd, omdat het ook de werk is. Ja. Er zijn eigenlijk twee dingen. Dus er is een praktische kant en er is een mentale kant. Ja, vertel. Dus hè, de mentale kant is inderdaad het monomane en dat ze nergens anders meer over praat, aan denkt en dat je daar samen over praat. En daarnaast is er nu ook een praktische kant. Want normaal gesproken, als ze aan een gewone tijdrit meedoet, dan wordt alles wel voor de geregeld. En dat is een riedeltje wat je gewoon kunt afdraaien, want dat is allemaal bekend. Nu moet je naar een baan, dus om te trainen bijvoorbeeld. En op die baan moet je je verzet wisselen. Want zo'n baanfiets, dat heeft natuurlijk een vast verzet en maar één tandje. Ja. Dus het praktische ziet er zo uit dat ik met haar meega en dat ik de fietsen draag en dat ik dan die verzetjes wissel en dan goed oplet of de sessie goed is gegaan. Ja. Niks zeg als hij niet goed is gegaan. Af en toe een bemoedigend woordje spreek. Ook heel goed probeer in te schatten. Want zij denkt natuurlijk, ja, die gast die komt wel mee, maar die weet natuurlijk niet al te veel van baanwielrennen of van het urenkoor af. Ja. Dus ik probeer ook niet... Dan zeg jij natuurlijk, nou, ik heb er een boek over gelezen. Ja, precies. Ja, en ik ben mijn journalistieke inslag helpt wel. Want wat ik gewoon doe, is zoveel mogelijk bronnen raadplegen. Ja. En dat dan herhalen. En daar is soms geen spel tussen te krijgen natuurlijk. Dus dat werkt wel. Weet welke bronnen dan zoal? Je leest alles wat los en vast zit? Of heb je ook nog een hele rits mensen gesproken, gebeld van ervaringsdeskundigen? Nou, qua training heb ik heel veel contact met de trainer. Maar die is dus niet daar. Als we even toch dat plaatje afmaken wat je net schetst. Jullie zijn met z'n tweeën rondom die baan en materiaal en voeding. Ja. En alle. Ja, er is verder geen begeleiding bij jullie. Tot we naar Grenchen gaan, wat ongeveer anderhalve week van tevoren is, hebben we alles samen gedaan. Kijk. Dus, en als ik dan op de baan ben, dan heb ik contact met haar trainer via WhatsApp. En we sturen gewoon voiceberichten heen en weer. Door, ja. En de data door, inderdaad. En ik maak ook filmpjes om te laten zien. Ik weet niet of dat nu al te veel in detail gaat, maar je kunt bijvoorbeeld windtunneltesten doen en dan krijg je die CDA-waarde, hè, hoe aerodynamisch je op de fiets zit. Ja. Alleen, dat is een soort theorie. Ik kan ook heel aerodynamisch gaan zitten in de windtunnel en pijlsnel zijn. Het gaat er alleen om of je dat ook op een baan kunt volhouden en naar beneden kunt kijken en niet zien waar je naartoe gaat en dan ook nog een fatsoenlijke lijn rijden. En dat is het moeilijke, denk ik, van dat urenkoor. En dat is ook wel het fascinerende eraan, dat zeg maar de lat steeds hoger wordt gelegd. Ja. Het is steeds aerodynamischer en het gaat daardoor steeds harder. Hij berekent dan hoe aerodynamisch zij zit in haar sessies. Dus dan heb je 15 of 15 minuten blokje en dan gaat ze dus achter elkaar rondjes fietsen. En dan gaat hij op basis van de snelheid die hij doorkrijgt berekenen of dat... En waarschijnlijk moet je dan, want dan denk ik dan snelheid, vermogen, dan zul je ook de luchtdichtheid continu aan het meten zijn. Klopt dat? Ben je nog met een metertje aan het kijken, temperatuur op de baan? Ja, ja, dat heb ik ook allemaal geleerd. Wat heb je nodig? Luchtdruk, dauwpunt en temperatuur. Ja, ja. En dan krijg je de air density. Ja, dus je bent halve weerman aan het worden inmiddels. Je weet alles van veel van aerodynamica. Nou ja, de baan heeft het baanwielrennen heeft geen geheimen meer voor jou,
stuk minder. Ja, alleen ik vind het heel moeilijk de lijnen nog. Want ik heb één keer een clinic toevallig in Eglen gedaan, omdat we hier dus vaker komen. Nou, ik vond dat doodeng. Maar ik zit dus nu ook af en toe tips te geven over hoe ze die baan moet aansnijden. Dat slaat nergens op natuurlijk, want ik heb één keer op die baan gefietst. Ja. Maar als je een beetje gevoel daarvoor hebt en je kijkt heel goed naar iemand, dan weet je wel waar het af en toe misgaat of waar het nog beter kan. Hey, je hebt het over heel veel variabelen en over rekenen. Even een leuke cliffhanger voor onze luisteraars. Laten wij op het einde van onze aflevering traditioneel gesproken even zoomen met Vroemen. Die is ook dol op dit soort sommetjes. En even gaan voorbeschouwen en voorspellen of ze het gaat halen maandag. En nou ja, dat laat ik dan aan jou, Benjamin. Of je dat nou voor maandag of na maandag wilt terugluisteren. Maar wat denken jullie? Even gewoon. Ja, dan gaan we nu. Ja, we moeten hem nog bellen. Maar hij heeft zo'n heel model. En aan de hand daarvan kunnen we hopelijk een educated guess maken. Ja. Jullie wachten op de berekening voordat je durft te zeggen of ze het wel of niet gaan halen. Nou, natuurlijk. Ik kan gewoon als mens zeggen, iemand die er zoveel tijd in steekt, die gun ik dat ze dat gaat halen natuurlijk. Maar ik heb ooit een heel boek gelezen van iemand die dat ook deed. Die bleek het dan weer niet te halen. Ja, maar het is niet super ingewikkelde wiskunde ergens ook. Ik denk aan de hand van inderdaad het vermogen wat Ellen normaliter tijdens een tijdrit kan haalt. Daar heb je al een hele goede indicatie. Nou, je weet een beetje de CDI, hoe aerodynamisch ze is. En dan een beetje geluk hebben misschien met de weersomstandigheden in Grenchen inderdaad. Die de vraag van Benjamin was, durf je al uit te spreken of ze het haalt of niet? Ja, ik weet het niet, want dan moet ik eigenlijk al die getallen natuurlijk hebben. Doen we straks even met Guido. En Benjamin, ik vind het leuk. Ik probeer hem een beetje on topic te houden. Ik zit ondertussen in mijn achterhoofd te denken, oh jee, als we nou hele woke mensen hebben, die zeggen, hebben ze het weer voor elkaar? Gaat een vrouw iets bijzonders doen? Zitten ze nog maar drie kerels erover te houden horen? Gaan ze de man van die vrouw pakken? Maar goed, ik hoop dat het allemaal om de vrouw, dat kan ik je verzekeren. Het gaat allemaal om de vrouw. Ja, toch? Wij hopen dat alle andere sportpodcasts en sportprogramma's natuurlijk gewoon de camera op Ellen zetten. Dus daarom vind ik wel leuk om die rol van die partner wat verder uit te vlooien. Want je beschrijft in de voorbereiding, heel praktisch. Ik vind het leuk om jullie op Twitter te volgen. En dan ook weer een beetje die Twitter Fitty tussen jou en Ellen. Waar Ellen doodleuk ergens al in het begin meldt. Ja, zo'n uurrecord maakt meer kapot dan je lief is. En daarbij duidend eigenlijk op dat dit toch wel even een beproeving voor de relatie zal zijn of is. Wat merk je daarvan? Wanneer was deze tweet? Die was toch, denk ik, 3 weken geleden. Om het een beetje uit te breiden. Benjamin was toen zelf, speelde een beetje een soort slachtofferrol. Omdat Ellen in de media naar buiten kwam met het verhaal van, het kriebelt al en ik ga het werelduurrecord aanvallen. Nee, ze zei, ik krijg er vlinders van in mijn buik. Ja, vlinders in de buik. Ja, dat is een mooie boel. Ja. Toch? Want wat was jouw reactie daarop? Nou, ik doe mijn best. Ik doe mijn haartjes in de kam. Ik zorg dat ik er goed uitzie en ik doe het huishouden een beetje. Ik maak het leven makkelijk. Ja. Maar van het uurtje krijgt ze vlinders in de buik. Ja, jij wilde gewoon vlinders van Benjamin in de buik. Ja, en kijk, hier, je fietst met hem mee, je zit langs de kant, je maakt video's. S'nachts als ze wakker wordt en vraagt Benjamin, ik heb nog een vraagje over dat werelduurrecord, zit jij rustig antwoord te geven? Ja, je doet alles voor hem. Wat dit wel een leuk haakje is, want dit is natuurlijk geweldig om te horen, Benjamin, hoe jij je wegcijfert op of het helemaal in dienst stelt van. Maar de juice zit natuurlijk, schuurt het ook wel eens. Waar wordt de rol van de partner nou echt interessant of moeilijk of... Dat is een goede vraag. Natuurlijk is het niet alleen maar roze geur en maneschijn. Waar het schuurt, denk ik, is als Ellen een beetje negatief over zichzelf is of een beetje chagrijnig wordt. Mm-hmm. Omdat het niet gaat zoals zij wil. Maar zij legt die lat zo hoog dat het best regelmatig niet gaat zoals zij wil. En op die momenten kan ik wel eens denken van, ja, hoor eens even, we staan allemaal om je heen. We helpen je allemaal. En ondertussen ben je heel goed bezig. Je trainingen gaan gewoon goed. Dat zegt je trainer ook. En toch ben je dan ontevreden omdat het nog beter had moeten gaan. En dat zijn wel momenten dat ik ook soms zeg van, kom op.
wees gewoon even dankbaar voor wat je hebt en dat je dit überhaupt op deze manier mag doen. Maar is het dan niet lastig dat dus de trainer zit eigenlijk op afstand en jij bent op dat moment de trainer slash coach? Jij bent de aanspreekpersoon. En dat denk ik dat dat uniek is voor deze prestatie, dat je dat in andere... Tuurlijk zal ze soms chagrijnig thuis rondlopen rondom bijvoorbeeld een belangrijke tijdrit. Maar in dit geval is het natuurlijk veel extremer, omdat jullie dit gewoon een tijd lang samen doen. Ja. En dat is ook het verschil. Want voor een tijdrit gaat ze op een gegeven moment weg. Dus dan is ze de week voordat het gebeurt, zeg maar, is ze nog thuis. Maar de week dat het moet gebeuren, is ze meestal gewoon weg. Ja. Dus dat is echt het verschil, dat we nu tot het moment helemaal samen zijn. En ook al best wel lang dat samen optrekken. Maar er is wel een verschil. Want ik ben op geen enkel moment haar trainer. En dat ga ik ook nooit worden. Nee. Dus dat is een... Als ik dan een beetje... Als ik weer chagrijnig word van haar chagrijn... dan denk ik ook een beetje van... zoek het uit. Ik ben je vriend. Ik help je. We doen het samen. En als je hier chagrijnig van wordt... stik dan ook maar even in je chagrijn. Ja. En dan is het even aan de trainer om dat op te lossen. Want dat is een trainingsissue. Ja. Dat gaat altijd over de training die dan niet goed is gegaan. En dat moeten zij dan samen maar oplossen. Ja. En voor mij is het weer heel fijn dat die trainer heel veel aandacht heeft voor wie Ellen is. En dat hij ook veel aandacht heeft voor het mentale aspect. Dus ze hebben het daar ook samen heel vaak over. En dat vind ik heel prettig, want dan kan ik mijn handen daarvan afhouden. Ja. Heb jij dan ook weer misschien wil je het wel niet zeggen, maar heb jij dan ook weer een 1-op-1 lijntje met de trainer, waarin jullie samen even het hebben over wat jullie samen moeten doen richting Ellen? Ja, zeker. We hebben best wel veel contact, zeker richting belangrijke momenten. En soms, hij is daar iets meer van, dat hij dan nog zegt van, zeg dit nog maar niet tegen Ellen, hè? Want ik wil eerst horen hoe zij zelf reageert of zo. Of dit is informatie die je nog niet door mag geven. Oh, joh. Hij is echt heel betrokken en hij betrekt mij ook overal in. Omdat hij dus weet dat hij op afstand zit. Ja. Ellen en Jozo zien elkaar eigenlijk betrekkelijk weinig. En als ze elkaar zien, dan is het eigenlijk... Ze hebben intensieve contact telefonisch via de app dan als ze elkaar zien. Want die man is altijd druk. Ja. Dus dat is best wel bijzonder. Maar ook bijvoorbeeld tijdens tijdritten. Hij is dan heel erg minutieus met het bijhouden van tussentijden. Ook als er geen tussenpunten zijn, bijvoorbeeld in belangrijke tijdritten. Dan gaat hij op basis van de livestream, op basis van bepaalde herkenningspunten, kijken hoe lang haar concurrenten erover hebben gedaan om ergens te komen. En dan gaat hij mij de tussentijden doorsturen en dan mag Ellen dat nog niet weten. Ja, ja. Dus zo ver gaat dat. Ho ho, wacht even. Eerst even dit. Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn tussen je trainingen door. Oftewel herstel. Daarom brengen wij om de 2 weken een korte, snelle hersteltip, powered door onze partner Blackroll. Deze week hebben we het daarom over de invloed van een extra rustdag op je herstel. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover? Nou ja, dit keer eens niet een wetenschapper, maar schaatser Niels van der Poel die hiervoor pleit. De Olympisch kampioen nam in zijn trainingsschema namelijk standaard niet 1, maar 2 dagen rust achter elkaar op. Ja, dat herinner ik me nog. Maar hoe kan ik dat nou praktisch toepassen om deze week aan de slag te gaan met mijn herstel? Nou, door gerust wat vaker een extra dag met de beentjes omhoog te gaan zitten, zul je zien dat je daarna weer extra zin in de training hebt. Aha, daar ga ik deze week dan maar meteen mee aan de slag. Of ja, niet dus. Powered by Blackroll. Wat is jouw rol aan de baan maandag? Weet ik eigenlijk niet. Nee, oké. Okay. Daar hebben we nog niet over gehad. Ben jij degene die tijden roept, of misschien moet je dat nog met elkaar definiëren? Nee, dat gaat haar trainer allemaal doen. Oké. Die komt dan wel. Dus. Volgens mij mag ook maar 1 iemand iets zeggen, Jurgen. Dat weet jij 1 iemand langs de kant volgens mij. Met waarschijnlijk rondetijden of iets dergelijks. Ja, maar dat ben jij dus niet. Nee, exact. Dan komt de trainer. Ja. Nee. Dat,
Nee. Dus nee, ja, maar ik vind het wel heel interessant. Want als ik een beetje terugdenk aan de historie van het hele werelduurrecord. Het is wat jij ook al benoemt. Het is zo uniek. Ook in de relatie eigenlijk renner met partner. Want ik zit terug te denken in de tijd natuurlijk toen ik Aguascalientes was. Met Dion. Was de partner van Dion daar? Nee, die kwam echt op het de laatste week of zo. Maar die kwam niet kijken. Als publiek. Of die was ja, puur publiek. En op een gegeven moment wel in hetzelfde hotel. Maar eigenlijk, ja, Jim en Dion waren eigenlijk die twee eenheid. Maar daarnaast was er nog wel iemand mee echt voor die fiets. Want ja, de fiets is toch een ontzettend belangrijk onderdeel. Als ik jou dan hoor dat jij die krantjes mag verwisselen, denk ik, nou, hebben ze jou dat uitgelegd? Ja, maar dat is... Nee, ja, dat is niet zo ingewikkeld. Maar dat is de fiets waarop ze traint. Dat is natuurlijk niet de fiets Nee, precies, die komt er nog heen. Nee, maar daar was toen Vittoria Bussi, liep ook al rond. Hè? Dat was degene eigenlijk twee... je hebt nu Jos Loudon heeft het uurrecord. En daarvoor Vittoria Bussi. Hè? Het vorige record. Het vorige, ja. Ja, niet twee records geleden. Het huidige record, inderdaad. En Bussi, en die liep daar dan ook met haar vriend, inderdaad. Elke middag ging ze trainen. Die zaten daar een maand of zo. En die werd bijvoorbeeld ook ingeschakeld. Dat vroeg ik me ook af bij jou. Om de baan een beetje bij te schuren. Want die lag er niet zo lekker bij. Dat soort dingen. Daar was ook een rol dus uiteindelijk. Dat is hier niet nodig gelukkig. Nee. Dat weet je zeker. Want dat zijn ook de verhalen van Moorsel. Dat Zeilaert moest mee naar Mexico toen zij het aanviel. Ja, maar dat was een heel project. Hè, want ze hebben helemaal die baan gerenoveerd toen. Ja. Dat was ongelooflijk, want dat was een betonnen baan waar allemaal kraters in zaten. En die hebben ze gewoon helemaal zelf opgekalefaterd. Maar in dit geval, Grenchen ligt er perfect bij. Daar zijn we zeker van. Ja, en het vorige record is ook, of het huidige record is van Jos Loudon. Ja. Dat is ook daar gevestigd. Hè? Ja. Is dat ook een reden geweest om het daar te doen? Want... De belangrijkste reden is dat het op een redelijke hoogte ligt, 430 meter uit mijn hoofd. Dus je hebt wel wat voordeel van luchtdruk, van lagere luchtdruk. Maar je hebt geen acclimatisatie nodig of dat soort dingen. Dus het is eigenlijk gewoon een praktische overweging. En het speelt ook wel mee dat record daar nu ligt. Dus het is ook nog enigszins vergelijkbaar tussen Jos Loudon en Ellen nu. Maar de... Ja, theorie zegt wel vooral dat als je echt ver wil komen, dan moet je naar Mexico. Ja, maar Loudon nog even afmaken. Die was natuurlijk is de partner van Dan Bigum. Die een cent goede tijdrijder is. Die zelf het uurrecord van Engelse uurrecord verbeterd heeft, van Wiggins. En B, een super aerodynamica expert die volgens mij is ingehuurd in Ineos tegenwoordig. Ja, hij gaat nu volgens mij naar Ineos. En volgens mij ook met als doel om uiteindelijk met Ganna het record aan te vallen. Interessant. En dan denk ik, ja, jij weet ook heel veel. Jij leest veel. Dat je soms denkt van die grens bewaken dat je niet mee gaat bemoeien. Zelfs over die aerodynamica. Of dat je denkt, hey, kan ik op die manier helpen? Je bent misschien, je hebt veel meer expertise dan je denkt. Ja, weet ik niet. Maar als journalist moet je ook altijd realiseren dat je een soort generalist bent, zeg maar. Je hoort heel veel aan van veel bronnen en dan maak je er een leuk verhaal van. Maar je bent nog altijd niet de specialist op het onderwerp. Dat zijn als het goed is de mensen die je daarover hebt geïnterviewd. En dat zo zie ik dat nu eigenlijk ook wel. Er gaat straks een team van 15 mensen mee. Er is een team van 15 mensen in Grenchen. Ja. En die hebben allemaal hun eigen expertise. En die weten allemaal op elk stukje meer dan ik. Ik ben nu, zeg maar, even het mannetje van alles die haar met alles kan helpen. Ja. Maar vooral de praktische zaken natuurlijk. En ik kan niet bedenken hoe zij nog aerodynamischer op de fiets kan gaan zitten. Nee. En gelukkig is dat ook heel goed op orde. Ja, precies. Dus dit is een beetje voor. We hebben tijdens. Nou, dan doe je dus eigenlijk, als ik goed luister, een stap terug. Want dan komt dat hele team van 15 eromheen. Maar dan krijg je straks na. Die 15 mensen gaan weg. Heb je al nagedacht over maandagavond, dinsdagochtend, woensdagochtend, zeg maar? En dan moet je ook nog de hele tijd in twee scenario's denken, kan ik me voorstellen.
Nou, voor de mensen die komen, ben ik een afterparty aan het organiseren. Dus daar, ik ben direct na, daar ben ik zeker mee bezig. Ja. Ongeacht het resultaat. Ja. Ja, maar het is zo'n intensief project geweest dat het in ieder geval leuk is voor de mensen die uit Nederland helemaal naar Grenchen komen en de staf van Trek om daar even in ieder geval een etentje voor te organiseren. Ja. En hoe laat het wordt inderdaad, dat is totaal afhankelijk van het resultaat die middag. Ja. En daarna, nee, ik heb daar geen seconde over nagedacht. Nee, ik moet weer aan het werk. Daar heb ik wel over nagedacht, want daar ben ik nu ook een beetje mee bezig. Ja. Dus ik moet gewoon weer naar Hilversum en verhalen gaan maken. Ja. Maar even heel puur praktisch. Denk daar eigenlijk nooit over na. Ja, praktische vraag. Gaat Ellen ook voor één keer maar one shot? Of heeft ze de hele week stiekem toch nog in de gedachte van als het nou maandag niet lukt? Nee. Het is gewoon één keer gassen. Okay. Maar dat is ze ook wel gewend natuurlijk. Ja. Kampioenschappen zijn ook op dat ene moment. En dat is voor of daarna doet niet ter zake. Ja. En daarna, als dat gebeurd is, dan is alle aandacht voor jou natuurlijk vanuit Ellen, denk ik. Dan heb jij weer wat te goed voor al die afgelopen maanden waarin zij centraal heeft gestaan. Nee joh, want dan is zij eerst natuurlijk wereldberoemd, de hele wereld over alle wereldpesten te woord als ze het haalt. Of werkt het zo niet? We grappen er wel eens over dat ik heel veel credits heb, inderdaad. Ja. Ja. Maar die ik nog kan inwisselen. Het mentale aspect daarna is ook altijd wel ingewikkeld. Of ingewikkeld. Als je naar zo'n groot doel toeleeft, wat het resultaat ook is, dan is het daarna altijd een soort dipje. Ja, een soort blues waar je invalt. Ja, precies ja. En wat is dan het doel weer? En dan moet ze daarna volgens mij naar de Women's Tour in Engeland. Ja, ga je daar maar nog maar eens voor motiveren, weet je wel. Dus ik ben heel benieuwd. Maar dat is ook eigenlijk altijd zo na kampioenschappen. En dan is het meestal zo dat als het slecht gaat, dan is er eerst een soort berusting. En daarna, na een week of na twee weken, een echt grote teleurstelling. Maar de afgelopen, wanneer was het? Oktober, was natuurlijk heel erg positief en heel erg leuk, omdat ze twee kampioenschappen had gewonnen. Ja. Dus dat was geen enkele reden om in die dip terecht te komen. En toen heeft ze ook al echt even op een roze wolk gezeten. Dus dat, Daar gaat het altijd makkelijker dan natuurlijk. Ik hoop dat nu ook zo is. Ja, precies. Dan ga je ook weer wat fijner aan het werk natuurlijk. Ik zit even te denken. We hebben natuurlijk binnen ons format helemaal geen wetenschap in deze aflevering. We hebben een prachtige toegang tot een bijzonder persoon in een bijzondere setting, wat een bijzonder verhaal oplevert. Maar even kijken of ik toch nog met je kan proberen om wat tips los te peuteren. Als je nou een stap naar achter neemt en nadenkt over andere partners van mensen die een bijzondere sportprestatie willen leveren. Kunnen we eens wat lessen trekken? Als je terugkijkt naar, had ik dat maar in het begin geweten, of dit had ik meer willen doen of minder willen doen. Wat voor tips kunnen we destilleren uit jouw ervaring? En tips waarover dan? Jouw partner het beste kan ondersteunen bij een bijzondere sportprestatie. Wat moet je vooral doen en wat moet je vooral laten? Ja, ik denk dat de belangrijkste tip is om het niet als een normale situatie te zien. Ja, ik vind dat lastig, want ik zou het ook moeilijker vinden als Ellen een... het klinkt misschien lullig, maar als Ellen een marathon gaat lopen en dat gewoon doet voor haar eigen PR, dan zou ik haar best willen steunen, maar niet in de mate waarin ik dat nu doe. Nee. Ook omdat het zo'n groot podium is, ben ik natuurlijk ook wat meer bereid om daar opofferingen voor te doen. Maar wat de belangrijkste tip is denk ik, om het dus een beetje als een atypische situatie te zien, ermee akkoord te gaan dat iemand dat nou eenmaal heel graag wil. Ja. En een beetje aan te voelen wat voor je partner werkt. Dus ik probeer wel eens overdreven positief te doen, terwijl Ellen dat helemaal niet is. En daar zit ze dan totaal niet op te wachten. Dus dan kan ik maar beter gewoon even mijn mond houden. En dan praten we er later wel over. Hm. En op die manier probeer ik aan te voelen wat zij nodig heeft in dat proces. Ja. Hebben jullie het wel eens expliciet over deze dynamiek en over wat het betekent? Of gaat dit allemaal een beetje intuïtief op aanvoelen? Of ga je wel zitten met een kop koffie of thee? Zeg, hey, wacht even. Ik heb meer van dit nodig of minder van dat?
We hebben het niet zo expliciet over wat ze nodig heeft. Maar meer over wat het met ons doet. Daar hebben we het natuurlijk wel eens over. Maar wel vaak na afloop pas of zo. Ja, precies. Aan het einde van zo'n project, cycle. Ja, precies. Om dat tijdens te gaan doen is natuurlijk ook... Of als het nog vroeg genoeg is, zeg maar, voordat het moet gebeuren. Dan hebben we het er ook wel eens over. Ja. Maar ja, in dit geval denk ik, is er niet... heb je concreet eerst afgesproken, Beemin, wij gaan samen dat wereldhuurrecord doen, of noem maar op. Of heb jij nog bedenktijd gevraagd bijvoorbeeld, dat je zegt, nou ja, prima, maar nee, zoals ik zei, ik steun haar altijd in haar doel. Ja. Het was wel op een gegeven moment, begon ze de baantrainingen in Apeldoorn. En de eerste keer kwam ze thuis en ze was gewoon totaal niet blij. Want het houden van de lijn ging niet zo lekker. En het was de eerste keer en ze kreeg dat verzet dus niet gewisseld. En toen heb ik gedacht van oké, dan dit vergt dus iets anders. Ja. En zo probeer ik dat natuurlijk in te schatten. En toen dacht ik van het volgens mij levert het zoveel gemak voor haar op als ik meega. En als ik dat als ik een fietsje til en als ik dat verzetje wissel en als ik... video's maken en af en toe... Toen zag jij dat de het wel kans. Goed gaat of niet. Ja. Nou ja, de kans... Het was meer dat het nodig was. Want dat is natuurlijk wel... ze is anderhalve week met die grote ploeg van Trek. Maar verder is het veel op afstand. Dus ze moet ze veel alleen ook doen. Maar... En in je eentje op een... baan in Apeldoorn trainen waar ze de lichten niet hebben aangedaan en waarin je dus dat verzetje niet gewisseld krijgt, daar word je ook niet vrolijker van. Maar dat was echt van plan. Eigenlijk dat Ellen eerst van ik moet het straks in mijn uppie doen, dan ga ik die eerste trainingen ook in mijn alleen doen. Alleen naar Apeldoorn en alleen die rondjes. Dus apart. Vind ik, maar... Ja, misschien wel apart en dus ook niet ideaal. Want op een gegeven moment dacht ik van ja, dat moeten we niet zo doen. Want dat gaat niet werken. En we hebben ook pas vrij laat besloten om hier nog, om nog een week dus in de buurt van Eglen te gaan zitten. En daar in de buurt van de baan te gaan zitten. Ja. Wat uiteindelijk een supergoeie beslissing is geweest. Want dat gaf veel rust en in Eglen kon ze elke dag trainen op de baan. En soms zelfs twee keer per dag. Ja. Dus dat was... cool. Ja. Maar stel nou dat jij had gezegd... Ik heb helemaal niks met... Ja, dat is een stel dat. Hè? Ja, ik heb niks met sport. Vraag. Wat gaat het wel blijven? Ja, dan was het wel... dan was het in ieder geval meer... dan moet ik mezelf toch de credits voor geven. Dan was het wel voor haar meer een uitdaging geweest. Maar nogmaals, ik ken Ellen sinds vijf jaar. Je weet waar je ja tegen hebt. Iets langer, maar... We hebben 4,5 jaar een relatie en sindsdien is zij wielrenner. En ik ben er, ik weet niet anders dan dat af en toe alles in het teken daarvan staat. Ja. Dus dan, dat is voor mij al een soort logica dat ik dat dan ga doen. Ja. Cool, man. Ja. Leuk. Ik begin langzaam wel een beetje een kriebel te voelen. Als je dat zo net ook als je zegt, ja, het is een one shot en het moet gewoon gebeuren maandag. Bijzonder om zo via jou zo dichtbij dat verhaal te komen. Ja, het begint ook wel spannend te vinden. Want ik kan ook steeds minder doen. Dus op een gegeven moment zit ik alleen maar een beetje zenuwachtig te zijn. En, ga je nog de social media doen of zo? Of de woordvoering of de persmomenten plannen? Hè? Ja, er zijn veel mensen die via mij proberen contact te krijgen. En ik neem de telefoon wel een beetje over. Ja. Dus dat is ook relaxed. Voelt steeds ook minder schermtijd en zo. En, geen sociale media meer, dat soort dingen. We gaan maandag naar je zwaaien op de baan, sowieso. Ja, leuk. Komen jullie niet langs? Niet. Kan ook, hè? Nou, Jurgen, ik vind eigenlijk dat jij dat wel kan verantwoorden als auteur van... Zeven uurtjes rijden. Ja. En de baan is open. Sowieso, voor iedereen. Maandag 23. Ja, ja het kost, ik weet niet precies hoeveel, maar het gaat allemaal naar het goede doel. Dus, Je hebt een toegangsrecht. Je hebt wel een zaadje gepland, maar dan gaan we dan dit weekend even de plannen omgooien. Nou. Wij hebben eerst morgen nog even ons eigen live event ter ere van de 100ste aflevering. Gaan we live opnemen. Gaan we het hebben over placebo-effecten. Ja. Oh, dat is nog wel een leuk bruggetje om die afleveringen aan elkaar te rijgen, Benjamin. Heeft ze nog bijzondere bijgeloof of rituelen of dingen waarvan je denkt... dit werkt, hè? Dit is helemaal niet echt aangetoond werkzaam, maar dit hoort bij Ellen. Ja, heb je even. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ellen heeft, denk ik, gedurende haar carrière
ongeveer alles uitgevogeld wat nog zou kunnen werken. Ja. Dus ik geloof dat ze 's ochtends doet ze sesamzaadolie in de mond. En dat, ja. Dat spoelt ze dan, omdat weet ik veel ergens goed voor is. Ze heeft een tongschraper. Ze neemt een of andere alg of zo en spirulina. En ik moest er gewoon lachen. Ja. Ik denk dat we 20 of 30 potjes met poedertjes mee hebben. Oh. En dat is allemaal ergens goed voor. Oké. Ja, ik hou het allemaal niet meer bij. Maar. Want Ellen is toch bewegingswetenschapper? Ja, ze heeft bewegingswetenschap gestudeerd. En haar, ik denk dat haar specialiteit wel een beetje voeding is. Ze heeft daar zich wel echt op gespecialiseerd. Dan zou je toch ook denken dat zij met een bepaalde evidence-based blik kijkt naar alles wat zij neemt. Of zij zit op de lijnbaan. Ja, maar dat is best wel lastig. Hè? Nou, ja. Dat weten jullie als geen ander in de topsport. Er zijn heel veel dingen die zouden kunnen werken. Ja, en de dingen die zeker werken, die doet ze sowieso. Ja. Maar er zijn ook heel veel dingen die zouden kunnen werken. Ja, okay, ja dat is een groot grijs gebied van tongschrapers en weet ik veel wat voor dingen. Daar gaan wij volgende week in onze aflevering, in onze jubileumaflevering, eens even dieper op in. Hoe komt dat dan? En als je er maar in gelooft, dan werkt het, geloof ik. Dank voor nu, Benjamin, denk ik. Volgens mij hebben we het verhaal te pakken, toch? Of heb jij nog een nabrander? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik vond het heel leuk. Ja, dankjewel. Cool. Wij ook. We leven met jullie mee. Doe het de groeten. En, heel veel succes voor Ellen. Ze zit ernaast, denk ik, hè? Gewoon op de achtergrond mee te luisteren. Ze heeft meegeluisterd. Ze is wel ergens, maar ik weet niet precies waar. Nou, helemaal goed. Tof. De tong aan het schrapen, denk ik. Ja, zoiets. Ja, dat denk ik ook. Ik heb daar nog nooit van gehoord. Nee. Ik zie een aflevering aankomen. Seizoen 6, de tongschraper. Onzin of simpel? Gewicht? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Dank man. Ja. Leuk dat je ons hier te gast wilde zijn. Heel veel succes en plezier. En we volgen jullie op de voet. Ja, dankjewel. Leuk. Graag gedaan. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Hey Guido. Hey, goedemorgen. Hey, goed je te spreken. Nog één nachtje slapen en dan zien we je natuurlijk in levende lijven. Morgen in Leersum, ben je er klaar voor? Ja, ik ben helemaal fit en helemaal getaperd om op te gaan schuren daar. Maak ze nou niet bang. Straks gaan al die mensen zeggen, ik wil niet meer mountainbiken met Guido. Ik ga toch wel lekker rustig wielrennen met Jurgen. Jawel. En je CDA-waarde ook op orde? Ja. Ik kom nog niet onder de 0,2. Ah, oké, okay, gaan we het zomaar eens even over. Jij schiet gelijk de techniek in, de CDA-waarde, oftewel het frontaal oppervlakte, die het zegt over de weerstand. Ja, want we willen toch even de unieke gelegenheid grijpen om in deze aflevering over de rol van de partner. We hebben net natuurlijk een hele bijzondere partner gesproken, Benjamin de Bruin, de man van Ellen van Dijk, die aanstaande maandag, zeggen wij op vrijdag 20 mei. Als je dit later terugluistert, dit is dus een soort van voorbeschouwing. Het werelduurrecord gaat aanvallen. Eindelijk weer eens. Eindelijk weer eens, als dame. Ja. En wij kennen jou ook, Guido, als iemand die aan dat soort dingen lekker kan rekenen. Dus we hebben jou eens uitgenodigd. Wil je eens even wat waardes bij elkaar rapen en eens even beschouwen en voorbeschouwen op wat we kunnen verwachten maandag? Ja, zeker. Dat is altijd leuk om aan een werelduurrecord te rekenen, hè Jurgen? Ja, je kan er boeken over schrijven, joh. Ja. Daar hebben we nu deze aflevering genoeg over gehad. Ja. Het begint natuurlijk, wat moet ze halen? Hè? Ja. Het staat nu op 48.405 meter. Oké, okay. Bijna 48,5. Daar kun je dus vanuit gaan. Wat moet Ellen van Dijk rijden? 48,5 kilometer. Ja. Dat moet gehaald worden. Dan ga je kijken van... je wilt graag weten van, kan ze dat? En wat voor vermogen moet ze daarbij leveren? Ja. Maar er spelen er heel wat dingen bij die je dan wilt weten. En waar gaat ze rijden? Nou, dat weten we ook. Hè? Dat is Grenchen. Ja, dat is in... Zwitserland. Ja, dat is niet de klassieke baan uit jouw boek. Nee. En heel veel andere recorden in Mexico. Klopt. Op grote hoogte. Het is niet heel hoog, nee. Het is niet de meest optimale plek voor een werelduurrecord. Maar ja, weet je, dat heeft natuurlijk ook met logistiek en alles te maken. Maar deze baan ligt op 450 meter hoogte. Ja. Dus in vergelijking met Mexico City, Aguascalientes bijvoorbeeld, hè, dan zit je al bijna
nou ja, dat is 1888, dus bijna 2000 meter. Dus daar zit een heel groot verschil in. Ja, hebben wij het in de aflevering over sport op hoogte over gehad. Ja. Dat betekent dat er meer lucht is om weg te duwen. Tegelijkertijd ook meer zuurstof, toch, voor het lichaam? Ja, de beschikbaarheid voor zuurstof is in Zwitserland groter. Ja. Dus het is makkelijker om zuurstof op te nemen dan op hoogte in Mexico. De lucht daarentegen is dikker. Dus je doet dikkere lucht heen, om het te zeggen. Wat maakt die lucht eigenlijk dik? Dan moet je dus kijken van, wat is de luchtdruk? Nou, dat weten we op een gegeven moment. Nu kunnen we het een beetje voorspellen, maar ja, weten we nog niet. Maar moet straks, je een aanname voor doen? Straks hebben we, ja, ik stel dat het gemiddeld genomen 1030 millibar is. Ja. Dan is het op hoogte iets minder, dus daar verreken ik dan mee. Maar misschien heeft het wel te maken op die dag dat het een lage drukgebied is en dat die wat zakt. En dat zou gunstig zijn voor het werelduurrecord. Ja, als ik lage drukgebied hoor, dan denk ik altijd aan de weermannen. En dat betekent dan ook slecht weer. Beetje slecht weer, maar, regen hoor ik ook altijd. Nog meer zuurstof in de lucht, toch? Nee, de zuurstof blijft hetzelfde. Oh. Dat wordt altijd een beetje... Dat is een fabel. Ah, dat is een fabel. Doe een keer andere aflevering over dan. Ja. De andere factor naast de luchtdruk is de temperatuur. Die heb je wel in de hand, hè? Want je kunt gewoon die baan zorgen dat de verwarming daar flink hoog staat. En laten we zeggen dat je hem op 25 graden zet. Oh. Wiggins deed het toen, die had hem op bijna 30 staan. Die stookte 29, hem lekker op, hè? Die had, dat was ergens toen volgens mij in de winter... periode, als ik het me weer herinner. Maar alle Britten die daar zaten, jongen, die zaten te puffen op de tribune in t-shirtjes, want het was daar bloody hot. Ja. Nou ja, als je doet hij dus, want ook hier hebben we dan een trade-off tussen enerzijds hitte is natuurlijk ook prestatie beperkend, want je lichaam moet de warmte afvoeren, dat kost ook energie. Maar de luchtdruk wordt daar zoveel lager, of de lucht wordt zoveel dunner. Nee, de luchtdichtheid. Dunner. Dichtheid, ja. De luchtdichtheid wordt daardoor lager. Ja. Dus je hebt de formule van air density of luchtdichtheid. Dan heb je dus je luchtdruk en je temperatuur. En daar komt er een getal uit van de luchtdichtheid. Als dat getal lager wordt, dan kun je dus makkelijker door die lucht heen. Ja. Nou, ik heb die voor het gemak heb ik die op 25 graden gezet. Okay. Dan hebben we nog wat persoonlijke dingen. Van de renster en de fiets. Mm-hmm. Gewicht zit daarbij. Nou is het gewicht op zich niet heel belangrijk bij een werelduurrecordpoging, want je hoeft niet, hoeft niet een helling op. Nee. Het speelt wel mee. Het gewicht van de fiets. Als ik dat bij elkaar tel van, nou ja, gewicht van Ellen ongeveer 71 kilo. Gewicht van de fiets zal 6,8 zijn. Want lichter mag niet. Dat is het minimum, hè? Ja. Ja. Dus dan kom je ongeveer op 78 kilo uit. En dan heb je nog van de fiets de rolweerstand van de banden. Ja. Het heeft te maken ook met de baan. Nou, die heb ik vrij scherp gezet. En ik denk als je daar op die baan zit en het materiaal van de Trek, dat zal subliem zijn. Dus zetten we die vrij laag en dat is 0,002. Dat is een constante factor. Maar over een uur lang zoveel hoeveel rondjes is het eigenlijk? Nou, dat heb jij vast uitgekregen, Jurgen. 250 meter. Ja. En dan tel maar uit, hè. Dan 48,5. Dus dat is... Dus 4 keer 48,5. Ja. 200 rondjes. Ja. Dan gaat dat 0,002 toch optellen natuurlijk. Nou, die rolweerstand blijft hetzelfde, hè. Ja, dat snap ik. Maar dat is dus bij elkaar toch ook een hoop vermogen wat je... Klopt. Als dat 0,003 is, is dat toch weer een paar extra wat, hè? Ja, exact. Nou ja, als je dan hebben we nog een belangrijke factor, wat Jurgen natuurlijk mee begon. Hoe zit het met je CDA-waarde? Die weet ik niet van haar. Ja. Maar ik kan natuurlijk wel dingen gaan, nou ja, scenario's bedenken van als ze die het is, dan moet ze dat trappen. Ja. Nou, CDA, het is niet alleen maar A. A is oppervlakte, dat is frontaal oppervlakte van iemand. Ja. De CD-waarde, drag. Dat is de constante. En dat is de constante van drag. Dus hoe beweegt de luchtstroom over de renster in dit geval heen? Ja. Plakt die eraan vast en gaat die daarna weer mooi naar elkaar toe? Ja. Achter de renster, dan heb je geen turbulentie.
Dan heb je een mooie lage CD-waarde. Ja. Die combinatie van die twee dingen wil je eigenlijk zo laag mogen hebben om lage luchtweerstand te hebben. En als we die, ja, als ik die zet op 0,20. Wat heel scherp is, toch? Dat is vrij scherp. Nou, schat ik ook wel een beetje in bij, ja. Bij haar. En jij zegt al, ik kan hem dadelijk een keer doorrekenen met 0,20 en een keer met 0,24. En dan weet ik waar tussen de bandbreedte zitten, bij wijze van spreken. Ja, ja, als ik hem op 0, ik ga hier even kijken in mijn modelletje. Als ik hem daar op 0,21 heb ik hem daar ingezet. En dan moet ze... even kijken, dan gaan we hier... Hij wordt nu live in de computer. Ja, 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 nou, bij 0,20 moet ze net boven de 300 watt rijden. 302, 303... Oftewel, dat is net iets meer dan, dus 4,2, 4,3 watt per kilogram. En dat kan, daar schat ik Ellen echt wel toe in staat. Die kan echt wel boven de 300 watt gedurende een uur rijden. Ja. Maar ja, dan moet haar CDA-waarde zo laag zijn. Want wel kan je constant 0,20 blijven. Ja, kan je voor de sake of het rekenspelletje eens invullen als hij 0,25 wordt? Ik weet niet of dat dan echt belachelijk slecht is. Maar... Ja, dan is hij wel al een heel stuk slechter. Ja. Als ik die invul, dan gaat haar snelheid van 48,5 daar terug... Nou, 44,9. Ja, zo. Dat scheelt wel. Ja. Zo. Om even de orde grootte van dit soort kleine optimalisaties dan ook maar even te voelen, hè? Je kunt dus ook, als ik hem dan terug ga, dan ga ik... dan moet ze al om weer datzelfde... Om weer die 48,5 te halen. 48 te halen. Ja. Even kijken, 5,2. Dan zit je al op 5,3 watt per kilogram... Waarbij je dus al richting de 370, 380 gaat. Zo, wat een verschil, hè? 0,21, 0,25, hè? Maar dat is 0,04, zei je al. Dat is echt wel, dat is wel een groot verschil. 20, bijna 20% meer, hè? Ja. Ja. En dat zie je terug in het vermogen. Dat komt dan ook gewoon daarbij, hè? Ja. 20% bij. En we kunnen snel vaststellen dat 380 watt een uur trappen... of inderdaad 5,2 watt per kilogram voor een uur... dat is echt wel heftig. Dat is niet te doen. En in Drenchen juist, want dit is dan wat zij daar moet trappen. Ja, maar dat zit al in de formule. Ja. Want kijk, als je 300 watt gewoon zei, dan denk ik... Oh, dat is Gerrit tegenwoordig op aan het trainen. Ja, maar Gerrit is iets zwaarder. Ja, dat weet ik. Dat klopt. Maar dus vergis je niet. Maar wat per kilogram zijn dan lager, hè? Het scheelt op zeeniveau. Betekent dat zij op zich wel meer kan trappen. Want 300 watt lijkt niet heel veel op zich voor iemand. Maar wel als je op 500 meter dat moet doen. Ja, dat scheelt en een uur lang. Ja, ja, dat klopt. Op zeeniveau zal het wat... dan moet je dus nog ietsjes meer trappen. Maar nog steeds... 300 watt lijkt dan misschien wat min, maar het is nog 4,2, 4,3 watt per kilogram een uur lang. Hè? Ja. Dus dit is de technische voorbeschouwing, waarvan deze drie mannen op de bank zeggen, nou, moet kunnen. Maar dan zeggen we dus eigenlijk, sportief, fysiologisch gezien, is dit haalbaar? En dan gaan we in alle andere factoren waar we net met Benjamin over gesproken hebben en waar jij een boek over geschreven hebt... Mm-hmm. Pacing, andere dingen die mis kunnen gaan, zeg maar. Ja. Ja, dat is natuurlijk een uur is dan ineens heel lang, hè? Ja. Ik heb het toen met Jets ook gedaan. Een uurrecord. Ja, hij heeft ook het uurrecord, ja. Ja, dus bijna 45 kilometer toen. Dus die zit iets lager, maar ook niet heel veel lager. Ja. Nee. Maar ja, dan... He, je begint met vaste rondjes en de ritueel, want je moet steeds zoveel doorkomen per rondje. En dat gaat in de eerste 20, 30 minuten gaat dat best goed. Ja. Maar op een gegeven moment denk je, nu begint het toch wel een stuk zwaarder aan te voelen. Je temperatuur van je lichaam loopt ook op. Ja. En je hebt verder ook, je drinkt niet, nee. Je koelt niet, je moet gewoon doorrijden. En constant in die positie blijven zitten. Zo klein mogelijk blijven maken. Want als je een beetje omhoog komt...
Ja, dan gaat je CDA-waarde natuurlijk ineens omhoog. Ja, we hebben net gezien, het is gelijk 70 watt. En het is nog steeds zo unaided. Dat wil zeggen, je hebt geen metertje. Er is niemand die roept. Je moet zelf... Jawel, je mag langs roepen. De kant staat wel iemand. Ja. Met de rondetijden. Met name als je dat afspreekt. Ja. Maar je kan niet op je vermogensmeter gaan kijken. Of, nee, die zetten ze meestal onder het zadel. Ja, na afloop kunnen ze dat wel checken, precies. Inderdaad. Maar Wauw. Ja. Dus, als wij er nu een slimme presteren mok op in moeten zetten, haalt ze het wel, haalt ze het niet? Ja. Ze haalt het zeker, anders begint ze er ook niet aan. Ja, dat nou, is wel ik duidelijk. Een boek volgeschreven. Maar misschien over is wel een veel interessanter. Hoe ver komt zij inderdaad? Ja. Oh, ja, je wil even het kopje zetten wie zit dichtst bij. Nou, ik zet hem wel op Twitter, denk ik, de poll. Daarom kun je zo een boek winnen als je wie het dichtst bij dichtst in de buurt komt van de uiteindelijke afstand van Ellen van Dijk. Ja. Ik zal wel mijn Excel-etje screenshot maken. Dat is goed. Met de waardes die ik nu heb gebruikt. Prima. Ja. En dan kunnen mensen bekijken van, oh, wacht, dan ga ik het wat tweaken. Ja. Als het een beetje warmer wordt of een lagere luchtdruk of ze is net iets minder aerodynamisch, wat wordt het dan? Precies, we doen er op maandag gewoon echt uit. Dan weet iedereen, kan even opzoeken op de meteo van wat precies de omstandigheden zijn. En dan... Maandag 23 mei kijk je naar @slimmerpodcast en @JurgenVertevelen en @sportarts. Daar gaat dit geweld allemaal gebeuren. Als jij zegt een boek, dat is niet een boek. Hè. Laten we nu toch maar even nog één keer goed pluggen, want misschien hebben we veel nieuwe luisteraars verzameld. Ik heb hier in mijn handen voor de kijkers op YouTube, luisteraars, ik zal het beschrijven, een prachtig mooi blauw boek met een klok op de voorkant op een wielerbaan. Titel van dat boek is Het Maakbare Uur. Een zoektocht naar de ultieme wielerprestatie en de auteur van dat boek is een zekere Jurgen van Tevelen. Zit hier op de bank. Jij schreef dit boek naar aanleiding van de werelduurrecordpoging van Dion Beukenboom. Inmiddels 4-5 jaar geleden. Nee, 2019. Maar het leuke aan dit boek is, lieve luisteraar, dat maakt eigenlijk niet uit. Want wat jij doet is inderdaad, enerzijds reis je als een vlieg op de muur mee met Dion in zijn voorbereiding. Anderzijds doe je wat je hier ook in de podcast doet. Allerlei wetenschappelijke studies aanhalen om uit te leggen hoe al die aspecten die bij zo'n poging komen kijken werken. En waar je rekening mee moet houden. Superleuk. Je kan hem dus winnen op Twitter. Of als je zegt, nou, ik wil het sowieso lezen. Dan kun je naar de Slimmer Presteren Podcast webshop. Ga naar slimmerpodcast.nl/webshop. En dan vind je niet zomaar dit boek. Daar vind je een gesigneerd exemplaar. Door jouzelf gesigneerd, Jurgen. Ja. Dus, dit is toch wel de ultieme kans om dat boek te bemachtigen. Als je het nog niet gedaan hebt. Verder zien we je sowieso graag online natuurlijk. Hè. Laat eens weten, hoe zit je te kijken? Vind je het überhaupt eigenlijk interessant en belangrijk? Reageer via de @slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Ik zei het al. Je vindt daar ook natuurlijk deze aflevering terug. Kun je dan weer doordelen, hartjes geven. Je kan ons DM'en met jouw reactie. Of je gaat naar onze website, waar je al zit. Omdat je net in de webshop dat boek hebt gekocht. Daar kun je dan ook in het menu klikken op afleveringen. Daar vind je deze aflevering. Dan heb je een unieke link. Kan je die weer doorsturen naar je partner bijvoorbeeld. Om die ook even mee te nemen in hoe belangrijk de rol van de partner is in een extreme sport of in een sportprestatie. Je kan hem rondappen in je club en je kan daar ook reageren. Of je kan ons mailen met jouw ideeën, reacties, vragen, opmerkingen, feedback via post@slimmerpodcast.nl. En ik zeg feedback. We hebben morgen bij ons live event, zaterdag 21 mei, roepen we ook nog even op. We kunnen nog wel wat reviews gebruiken. Hè? Dus mocht je nu zitten te luisteren op Apple Podcast of misschien op Spotify, ga even naar de pagina van onze podcast en druk daar het liefst even op 5 sterren. Want hoe meer van die sterren we verzamelen, hoe groter de kans dat onze podcast ook weer wordt geserveerd aan andere luisteraars. En dat we het hele grote legioen steeds groter maken. Nou, ik ben benieuwd. Maandag. Benjamin, als je dit helemaal tot het einde terugluistert, jij ook nog van harte bedankt voor je bijdrage aan deze podcast. En Ellen, succes. Natuurlijk. Ellen, heel veel succes. Ja, zet hem op. Ze luistert dit hopelijk voor de na afloop van de poging. Maar misschien wel zondag op de hotelkamer. Ja, dat zou ook nog kunnen. Dan wensen we je het beste. En eigenlijk zeggen wij dus met z'n allen, Ellen, je gaat dit gewoon halen. Dit moet gewoon lukken. En wij wensen je heel veel plezier en succes. Guido, dankjewel. Yo, graag gedaan. Tot morgen, Guido. Fysiek in Leersum. Tot volgende week in de opnames. Tot, tot snel. Yo. Hoi. Yo. Hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi.
Nog even goed om te weten. Wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.